Wat voor dag dit was, Wouter? Ik begin met jou. Jij schreef samen met Jan dit stuk op de voorkant van de NRC. Paul, jij deed ditzelfde. Althans, je schreef dit stuk op de voorkant van het Parool. Mokromafia is jouw boek. Paul, jij hebt het boek Afrekeningen. Enfin, jullie zijn zeer deskundig. Wout, jij bent de advocaat van de zussen van Willem Holleder. Dus jij geweest, dus jij diende ook niet bepaald het belang van een grote crimineel. Daar komen we straks over te spreken. Wat voor dag was dit? Nou, ik vond het een krankzinnige dag. Vanochtend kreeg ik de tip van, hey, luister, er is geschoten in Buitenveldert. En dan ga je eigenlijk altijd van, nou, wie zou het kunnen zijn? Wie is het slachtoffer? Wie is dat? En toen kwam eigenlijk al vrij snel deze naam naar voren van deze advocaat. En toen, ja, toen trok wel even het bloed uit mijn gezicht weg. Want toen dacht ik van, wow, als ze hem doodschieten, dat is wel een soort next level, zeg maar. Dus toen ben ik erheen gegaan en daar, ja, daar zie je dan een plaatsdelict. Zoals je dat, dat heb ik wel vaker gezien. Maar toch heb je dan toch nog steeds die knoop in je buik. Van ja, dit keer is het dus niet een zware jongen, om het zo maar eens te zeggen. Maar gewoon een advocaat die je ook... Afrekening in het criminele milieu, maar gewoon een advocaat. Of gewoon... Ja, wel een afrekening in het criminele milieu, maar op een onschuldig iemand. Ja, ik weet ook niet zo goed wat je daarvan moet maken. Paul? Nou, dat is een verschrikkelijke dag. Onderweg naar de plaats Delict, waar ik ook Wouter meteen tegenkwam, was de bevestiging daar dat het om Dirk Wiersum ging. En kijk, als journalist ben je vaak, het verhaal is rond, dit kunnen we nu brengen. En hier dacht ik alleen maar van, als dit maar niet waar is. En het was meteen duidelijk dat het wel waar was. Ja, dan kom ik daar tegen, waar al bij het veld geslagen. Want het moet niet over ons gaan, maar over hoe verschrikkelijk het is dat een advocaat van de kroongetuige vermoord wordt. Dat is niet te bevatten. Wouter, wat voor dag? Ja, totale tragedie. Ik was onderweg naar zitting in Zwolle. En toen kreeg ik op de appgroep van een jurisprudentiegroepje, dus collega's, Dirk Wiersum is doodgeschoten. Dus alles in één keer. Ja, en dan staat alles natuurlijk in één keer. Ken je hem? Stil. Ja, als goede collega. Ik zit hier ook niet als vriend, maar als goede collega ken ik hem. En ik denk in alle reacties hoor je hetzelfde. Een ontzettend goed lachse, integere, intelligente, goede advocaat. Hè? Mm. Dus de advocaat is dood, maar het mens ook. Jan? Ik kreeg een bericht van Wouter en ik stond koffie te zetten en ben gaan zitten. En ik moest denken aan een aantal gesprekken die ik de afgelopen weken heb gevoerd met internationale functionarissen als het gaat om de internationale georganiseerde misdaad. En een van die mensen die zei tegen mij, jullie zijn naïef als het gaat om de invloed van de cocaïnemafia in Nederland. Nederland is het distributiecentrum van de coke in West-Europa en jullie doen net alsof er niks aan de hand is. Ik denk dat we vandaag gezien hebben wat de impact van deze vorm van misdaad, want cocaïnehandel speelt op de achtergrond een hele grote rol in deze zaak. Wie het ook gedaan heeft. En ik denk dat we moeten ophouden met naïef zijn. Zijn we naïef of zijn we laks? Je kunt toch eigenlijk al jaren niet meer zeggen dat dat je dit niet kunt verwachten. Paul en ik liepen hier net de trap af en toen hadden we zo vast... Nou, Paul, dan gaan we weer nieuw dieptepunt, van dieptepunt naar dieptepunt. Mm-hmm. Maar goed, geschrokken en geschokt. Maar jij zegt eigenlijk, Jan, als we een beetje hadden nagedacht, hadden we dit kunnen weten. Dit zit er aan te komen. De kroongetuigen en de naasten van de kroongetuigen hebben hier al jaren voor gewaarschuwd. Over wat er zou gebeuren als die kroongetuigen bekend zou worden, terwijl Ridwan Taghi en anderen nog voortvluchtig waren. Wat er zou gebeuren met de familie, dat er een advocaat zou worden vermoord. En nog andere voorspellingen die ik niet eens wil herhalen, omdat ik niet wilde ze uitkomen. Mm-hmm. De familie heeft dat al jaren geroepen. En het is in Nederlandse staten er niet in geslaagd om Taghi te vinden. En ik zeg niet dat het makkelijk is, hè, maar de situatie is dat de staat er niet in slaagt Taghi te vinden. En wij zijn er als Nederland helemaal niet op toegerust om te voorkomen dat een advocaat wordt vermoord. Nee. Jij hebt ook een tijdje beveiliging gehad. Ja. Daar mag je niet veel over zeggen. Heb je die nu nog eigenlijk? Nee. Nee. Had ook te maken met de mokkelmafia, hè? En jouw publicaties daarover. Ja, ik noem het zelf nooit zo, maar inderdaad. Ja. Nee. Okay. Maar dit is dus voor jou een, misschien, maar dat verzin ik maar een extra zwarte dag. Spannende dag. Ja, maar ik vind het ongemakkelijk als het veel over mij gaat op deze dag. Okay. De dader is voortvluchtig. Een zeer jonge dader, 16 jaar. Ik citeer gewoon het journaal. We weten eigenlijk nog niet. We gaan er nu maar allemaal van uit. Dat denk ik getuigen, hè? 16 jaar, dat weten we niet. Ja, oké. Okay, maar goed, we weten niet helemaal zeker waar die van komt, hè? Of mogen we dat wel gevoelig aannemen dat hij te maken heeft met die mokromafia? Nou ja, het beeld wat ik nu de hele dag eigenlijk al een beetje in mijn hoofd, of wat ik de hele dag in mijn hoofd heb, is dat er zit dus nu, want hoe het gaat is, er wordt een moord gepleegd, dan gaat die moordenaar in een safehouse zitten en wachten tot, zeg maar, ja, hoe zeg je dat, tot de ergste storm is overgewaaid, zodat hij vervolgens
weer door kan met zijn leven, zeg maar. Mm-hmm. Er zit dus nu iemand te wachten, ergens in een safehouse, en die zit gewoon te wachten tot dit voorbij is. Dat vind ik een heel rare, als ik daarover nadenk, vind ik een hele gekke gedachte. Ja, en want de politie krijgt hem niet te pakken, bedoel je dat? Nou ja, dat gebeurt nooit. Het is wel eens gebeurd dat ze heel snel met een soort toevalstreffer die mensen gepakt hebben. Maar in de regel gebeurt dat niet direct. Schets me nog even.